Als je heel heet maakt, wordt het heel zacht en dan kunnen we het hamer opslaan. Dan kun je het vormgeven. We willen graag wel mooi laten rijzen. Met andere bloemen uit de middeleeuwen, dan gebeurt dat niet. We hebben de uienschillen bewaard, die de uien gebruiken voor de soep. En de schillen die hebben we straks nodig om mee te verven. Dan krijg je een mooie scherpe overgang. Wat zit er allemaal in de pastei? Daar zit rund in, wortel, prei, ui, knoflook, salie, rozemarijn, kaneel, een beetje peper en een beetje zout van het kasteel Fiat. Kijk, die gaat er nu in. Lekker. 15 minuten op 180 graden. Een uur op deze temperatuur. Netjes. Ja. Applaus voor Nick en Anne. Dan slaat het je ook. Ja. Bijna. Want hier heb je dus die malie. Als je dit er doorheen staat, op een gegeven moment door gaan zetten, dan schrikt dit dus echt open. En dan gaat het er doorheen. En het is net als heden ten dagen, dames en heren. De drie partijen in het land van Hussen en Alta zijn het niet altijd eens. De Hollanders gaan zich ook opstellen in slagorde. In rijen van vier. Uitgestuurd, dames en heren. Wie is de vermoeden kenmer van Alta? Jullie zullen één voor één tegen elkaar worden uitgespeeld. Wij, Hollanders, zullen overwinnen! Twee! Hey ho! Laat je horen van Alta! Daar gaan we beginnen, dames en heren. De slag van Almena, 13-93. Zijn we klaar voor het gevecht, dames en heren? Daar gaan we! We gaan op de grond proberen te krijgen. Dat is de truc. De grond al liggen op het slagveld, dames en heren. Kijk ze te kijken. Gaan. Op de mannen van Almena. Verdedigen zich met hand en tand. Kan ik niet verbazen. Ik kijk even naar de strijdheren hier van de heren van Wijk en Aalburg van Almena